Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij GJ Biljarts. Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. GJ Biljarts gaat weer een hoop video's maken. En vandaag gelijk al een interessante. We gaan het namelijk hebben over het spelen van strijkstoten. Dat zijn bepaalde soort stoten die, ja, als je wat hoger niveau speelt in het biljarten, die echt nodig hebt om je serie vast te houden. Maar ook op lager niveau kun je door middel van deze strijkstoten prachtige verzamelballen spelen en ook daardoor je niveau omhoog krikken. We gaan gewoon beginnen. We gaan stap voor stap uitleggen wat precies een strijkstoot is en hoe je hem moet spelen. En hopelijk aan het eind van de video hebben we met z'n allen weer wat nieuws geleerd. Veel plezier met kijken. Als eerste stap wil ik jullie wat vertellen over het spelen van amorti. Want dat is een cruciaal onderdeel bij het spelen van een strijkstoot. Amorti houdt in, de naam zegt het al, dat de speelbal volledig doodvalt. Dat houdt in, als ik met wit naar de rode bal toestoot, dan neemt eigenlijk mijn speelbal de plek van rood over en gaat rood met de snelheid van wit de tafel over. Nou, dat ziet er dan zo uit. Ik stoot, de witte blijft liggen. En alle energie die ik heb gestoten zit nu in rood. Volledige energieoverdracht. Dat noemen we 100% amorti. En dat hebben we vaak nodig in de wedstrijd om verzamelstoten zo compact mogelijk bij elkaar te leggen. Maar hoe laat ik die witte bal nu stoppen precies net achter rood? Hoe kan ik 100% overgeven? Nou, velen zullen zeggen precies in het midden van de bal stoten. Maar dat is niet waar. Want als ik in het midden van de bal stoot, dan gaat de witte bal een normale rol krijgen. En die normale rol gaat ervoor zorgen dat inderdaad er veel energie wordt overgegeven aan de rode bal. Maar omdat dat momentum van de rollende bal niet zomaar kan verdwijnen, zul je zien dat de witte bal meegaat met de rode. Het is niet veel, maar het is wel goed merkbaar. Nou, dat voorwaarts momentum komt eigenlijk omdat er achter die rode bal niks is om dat momentum af te kappen. Wat je bijvoorbeeld wel ziet bij een band. Naar de band, dan draait hij alles om en komt hij terug. Logisch, want ja, er zit wat in de weg om dat te realiseren. Dus wil je de speelbal stilleggen bij rood, dan moet je net iets onder het hart zitten om dat voorwaartse momentum net af te kappen. Voor een aantal van jullie zal dit nieuw zijn, maar voor heel veel mensen trap ik nu eigenlijk alleen maar open deuren in. Maar het is cruciaal om dit te begrijpen als je de strijkstoot gaat spelen. En ik leg deze bal wel eens uit gedurende mijn privé-trainingen. En dan geef ik eigenlijk de opdracht om die witte 100% amorti op rood te spelen, de witte stil te laten vallen en alle energie in rood te gooien. Oftewel een normale amortistoot. Maar dat moet wel door maximaal onderin de bal te spelen. Nou ja, dat is raar. Want als ik onderin de bal speel, dan krijg ik trekeffect en zal die naar contact op rood terugkomen. Dus, en dat is dan ook wat gebeurt tijdens de trainingen. En dan een paar keer proberen, niet wetende hoe ze dit moeten realiseren, laat ik zien dat je alleen maar zachter hoeft te spelen. Ga onderin en speel hem zachtjes. Op die manier kan je de speelbal stilleggen en toch maximaal onderin de bal spelen. Want wat gebeurt er op dat moment? De bal die gaat met een bepaalde momentum, maar omdat ik hem onderin draai, gaat hij trekeffect krijgen. Oftewel, hij gaat glijden over het laken. Maar ik speel hem zo zacht dat op het moment dat hij bij rood komt, dat hij eigenlijk dat effect al kwijt is. En bezig is om terug te gaan naar het rollende effect. En precies tussen het trekeffect en de rol moet hij de rode bal raken. En daardoor valt hij stil. Dus het is inschatten wanneer hij zijn effect kwijt is op het moment dat hij bij rood komt. Dus als ik
de rode bal nu ver weg leg, bijvoorbeeld hier op de arkietstip, en de speelbal hier ook op de arkietstip, dan, de gele bal even hier, dan als ik hem stil wil leggen op rood, kan dat op twee manieren. Of ik ga net iets onder het hart zitten van de speelbal, maar ik stoot hem hard weg. En op die manier houdt hij dat klein beetje trekeffect over de hele rit naar rood, omdat ik hem hard speel. Maar ik kan het ook doen door hem zacht te spelen. Ik geef hem gewoon meer trekeffect dan hij nodig heeft. En ik zorg dat als hij bij rood is, dat hij dat allemaal kwijt is, waardoor hij stilvalt. Kijk of dat lukt. Voilà. Nou, oké. Okay. Dus er zijn twee manieren om die bal stil te leggen. Maar nu de grote vraag, wat hebben we daaraan? Nou, dat is bijvoorbeeld dit figuur een hele bekende voor. Ik hoor een beetje goed leggen. Zo. Dit is typisch een bal. Een verzamelstoot waarin we die strijkstoot gaan spelen. Want ik wil van rood naar geel en rood wil ik kort, lang, kort en dan ook bij geel voor de verzameling. Maar als ik dat doe, door ik moet veel amorti hebben, anders gaat rood niet in de lijn lopen naar die hoek. Maar ik moet ook veel minder afstand afleggen met mijn speelbal dan dat de rode moet om de verzameling te krijgen. Op deze manier, want als ik nu gewoon amorti zou spelen, net iets onder het hart, en hem hard zou doen, dan zou ik de karambol wel maken, maar dan gaat rood veel te hard. Kijk maar. Dus net iets onder het hart, en dan goed snel, waardoor hij dat effect niet kwijtraakt onderweg. Moeilijk. Moeilijk om dat te doen, omdat je veel snelheid nodig hebt. En je ziet ook, al had ik hem gemaakt, rood was veel te hard geweest. Nou, je voelt waarschijnlijk al waar dit naartoe gaat. Nu ga ik hem alsnog spelen, maar ga ik hem via een strijkstoot spelen. Veel meer onder in de bal, waardoor ik dezelfde afslag, oftewel iets meer omdat ik hem net miste, maar dezelfde afslag krijg van rood naar geel, maar dat rood veel langzamer gaat lopen. Kijk maar. En je ziet goed, de ballen liggen in de hoek en ik heb een hele rustige stoot gespeeld. En deze manier van stoten noemen we strijkstoten. Een mooi voorbeeld. Nog een voorbeeld voor deze stoot is bijvoorbeeld een bal zoals dit. En wat ik hier wil, is ik wil van rood naar geel en rood wil ik via de band verzamelen bij geel. Een rappelstoot, bijspelen, in ieder geval bij elkaar bij geel. Als ik dat wil, heb ik een kleine afslag nodig naar geel. Als ik de bal gewoon rol, gaat hij er aan deze kant langs. Dus ik heb een reactie nodig op rood. Hij moet iets genereren. Maar wat hij moet genereren is niet veel, een klein stukje maar. Want als ik hem te veel trekeffect geef, komt hij helemaal hieruit. Een klein beetje trekeffect zorgt dat hij naar geel gaat en rood via de band terugkomt. Maar dat klein beetje effect wat ik moet spelen, dat is net iets onder het hart. En om te zorgen dat dat effect net iets onder het hart bij rood komt en bij rood nog steeds het effect heeft, moet ik hem te hard spelen. Er is geen andere manier om die bal dan te spelen op die manier. Om het effect dat je nodig hebt te krijgen en ondertussen ook geel goed te houden. Wat ga ik nu doen? Dezelfde stoot en die speel ik een strijkstoot. Kortom, ik ga lager in de bal zitten en op het moment dat hij bij geel is, gaat hij met een veel zachtere snelheid toch het effect genereren wat ik wil. En daardoor kan ik geel houden. Kortom, dit zijn eigenlijk het spelen van strijkstoten. Nou kan ik niet
honderden voorbeelden in één video proppen. Maar ik zal in de komende weken een video online gooien waarin ik heel veel verschillende strijkstoten speel. Waardoor je ook weet wanneer je deze manier van stoten in de wedstrijd kunt toepassen. Ik ga ook niet doen alsof dit een makkelijk onderwerp is. Alsof je deze video één keer kijkt en het dan allemaal weet. Het is best ingewikkeld, maar als het kwartje eenmaal valt, dan begrijp je waarom een bal een bepaalde reactie geeft. Wat je ook kunt gebruiken om die serie aan de gang te houden. Kijk de video 2, 3, 4 keer. Zorg dat je dit begrijpt. En als we weer allemaal aan de bak mogen, veel oefenen. Dan hoop ik dat jullie dit snel onder de knie krijgen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het nou leuk, doe dan zeker even een like geven op de video. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Laat een leuke reactie achter. Vind ik altijd leuk om te zien. En dan zou ik zeggen, mensen, bedankt voor het kijken. Veel biljartplezier. Tot de volgende keer. Later.